President Bouterse bezoekt jonge ondernemers Coroni. Tijdens een werkbezoek aan het district Coroni heeft de president Desiree Delano Bouterse met enkele jonge ondernemers een vruchtbaar gesprek gehad. Dit vond plaats op donderdag 10 januari 2019. Deze groep jongeren heeft het telen van bijen op eigen initiatief en met eigen middelen weer opgepakt. Hoewel er nog kleine aanpassingen gepleegd moeten worden, is het staatshoofd onder de indruk van de bedrijvigheid van deze jonge imkers en vindt het een geweldige start. In een eerder gesprek dat de president heeft gevoerd met deze groep, is er ook gesproken over het aanschaffen van een machine voor het winnen van honing. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.